ROC Zadkine, de brood- en banketopleiding. En er staat vandaag een hele mooie wedstrijd op het programma, namelijk een bake-off tussen ROC Zadkine en ROC Albeda. Wie oh wie maakt de lekkerste bakproducten van reststromen? Ik ga even kijken. Wat ben je precies aan het doen? Ja, een soort van bitterballen worden het, een beetje. Dus we hebben net alles gemixt en nu maken we er balletjes van. En dan doen we het straks op het einde in de frituur. En dan hebben we een falafelballetje. Wordt het net zo lekker als een bitterbal? Ja, lekker wel, maar iets gezonder wel. Ik ben wel benieuwd, dames. Wat hebben jullie nou precies gemaakt? Dit zijn pestobakjes met zelfgemaakte pesto en kaas erop. En de korst is al restjes. En dat zit bij elkaar weer gerold en hebben we dit uitgevouwen. Is het een beetje gelukt of ben je er niet helemaal tevreden over? Ik ben er niet helemaal tevreden over. Verbluft wat ik gezien heb. Ja, echt geweldig. Dat is prachtig. Ik ben echt aangenaam verrast. Het welkom hier, de spontaniteit, maar vooral heel leuk hoe de mensen aandacht aan hebben besteed. Klaar voor? Op de eerste plaats is geëindigd groep nummer 10, Hazelnut Heaven met 49 punten. Het is een gedeelde eerste plaats, dus jullie moeten de eerste plaats delen met groep nummer 3, Stella, 49 punten.